Zo, laten we maar even het intro in starten. Yo mensen guren, en hoe is het nu weer met jullie? Ja, met mij ook wel weer goed hoor. Ik heb weer een update voor jullie. Namelijk, aanstaande 17 maart is er een nieuwe YouTube gathering. En daar kun je dus alle YouTubers ontmoeten. Alleen een beetje informatie weer. Het is weer in Utrecht. Dit keer in Club Lux in Utrecht. Oude Gracht aan de Werf. 97-3511 AD. Ik zet een linkje in de beschrijving waar je alles kan vinden. Dan, intree kost dit keer 3 euro. Het liefst gepast betalen. Garderobe kost 1 euro. 50 cent is naar de wc gaan. En dan het eerste drankje is gratis wat je haalt. Je moet betalen omdat het organiseren van de YouTube gathering nogal veel geld kost. Zo ongeveer rond de 2500 tot 3000 euro. Dat is heel veel geld, jongens. Dan kan je dus op de foto met elke YouTuber die je ook maar wilt. Nou, ik noem maar een paar. Showmas, Bayern Movies, dus David, dit is Milan, mij, Adevedu. En ja, noem maar op, zo'n beetje. Jungle gaat trouwens ook mee, dus dat wordt ook wel leuk. Maar dat is echt heel leuk om te doen, eigenlijk. Ik ga ook dus naar de YouTube gathering. En dan heb ik een vraag aan jullie. Namelijk, wat moet ik gaan vragen aan de YouTubers? Want ik ga natuurlijk weer de YouTube gathering allemaal mensen interviewen. Maar 9 van 10 keer vraag ik: zeg, waarom ben jij gestart met YouTube? Maar dat vind ik een beetje standaard. Dus laat de YouTubers een opdracht uitvoeren. Maak het ze lekker moeilijk. Maar het moet wel uit te voeren zijn. En geen geld kosten eigenlijk, het liefst. Dus bedenk een leuk opdracht. Ik maak daar weer een filmpje van. En ja, waarom heb ik nou weer geen normale video? Dat zullen jullie je afvragen. Hey. Nou, dat komt. Via school doe ik nu mee aan 3 shows. Eentje is van Theaterplan. Eentje is voor een stichting over wat je zou doen als een millilid kanker heeft. En de ander is van Open Podium. Dat zijn 3 shows waar ik op dit moment mee bezig ben. En dat vergt gewoon heel veel tijd. Daarbij heb ik ook nog gewoon normaal school. En ik heb dus heel weinig tijd om nu nog gewoon video's te kunnen maken en te monteren. Dus dat duurt gewoon even een tijdje. Dan heb ik nu nog een vraag aan jullie. Kunnen jullie hier beneden een vraag stellen aan Dr. Johan of aan mij? Want dan kan ik weer een keer een slap gelul video maken. En dat vind ik leuk. Dus jullie moeten een paar dingen doen. Bedenk een leuke vraag aan de YouTubers die ik kan stellen op de YouTube gathering. Bedenk een leuke vraag tegen Dr. Johan. Of tegen mij. En abonneer hierboven. Geef een groen duimpje. Volg op toe aan je favorieten. En stuur hem door naar alle andere mensenguren. Dan zie ik jullie weer later. En moet ik vaak zo'n video opnemen. Via deze houding. In plaats voor het groene doek. Nou, laters.